En dan gaan we over naar de volgende spreker. Dat is collega Isabel Taverniers. Isabel, ik geef het woord aan jou. Dank u, Karen. Goedemorgen, iedereen. Dus ik zal het in mijn verhaal hebben over allergenen in zuivelproducten, risico-inschatting en voornamelijk de May Contain labeling. Ik zal het in mijn presentatie kort hebben over etiketering vanuit wetgevend standpunt. Als ook referentiedosissen en actielimieten, heel specifiek voor voedselallergenen. Dan zal ik het kort hebben over detectie van allergenen. Op welke manier kunnen we dat doen? En dan ook heel belangrijk bij die detectie, er is wel degelijk wel een belangrijke invloed van processing van de voeding. En tot slot wil ik trachten kernachtig samen te vatten welke dienstverlening dat we hebben, welke opportuniteiten dat we toch wel zien specifiek voor zuivel. Eerst en vooral, dus een voedselallergie is een immunologische reactie op een eiwit in een bepaald voedingsmiddel. Enerzijds kunnen heel lage dosissen eigenlijk al symptomen opwekken. Dus vandaar ook al direct toch wel het voedselveiligheidsaspect van voedingsallergenen. En de symptomen kunnen heel variabel zijn. Dus dat gaat van braken, diarree, tot en met flauwvallen, maar tot en met ook anafylactie, die eigenlijk zelfs tot de dood kan leiden. Dus heel ernstige gevolgen kan hebben. Er bestaat geen behandeling. Dus mensen die allergisch zijn voor een bepaalde voedselcomponent kunnen niet anders doen dan eigenlijk die consumptie van die allergenen te vermijden. Nu, vanuit of met het oogpunt op de bescherming van de patiënt bestaat er wel degelijk een regelgeving. Dus enerzijds hebben we de verplichte etiketering van 14 voedselgroepen of ingrediënten via de regelgeving 1169/2011. Het gaat hier eigenlijk om ingrediënten. Dus indien die 14 groepen voeding gebruikt worden als ingrediënt, is etiketering daarvan verplicht, ongeacht de concentratie. En het gaat ook over afgeleiden van dat ingrediënt. Daarnaast bestaat er een niet verplichte etiketering, die we de vrijwillige, de precautionary allergen labeling noemen, dus de PAL-labeling. Hier gaat het dan over de labeling, etiketering kan sporen bevatten van. Deze etiketering is niet verplicht. Dus in de volgende slide leg ik nog eens de beide vormen van etiketering toe, omdat dat toch wel een heel belangrijk uitgangspunt is voor alles wat met voedselallergenen te maken heeft. De etiketering van ingrediënten is verplicht. De doelstelling hier is uiteraard het informeren van de consument over de ingrediënten die gebruikt werden in het recept. Daarvoor bestaat een Europese richtwaarde en er zijn geen drempelwaarden. Dus geen wettelijk vastgelegde drempelwaarden. Nog detectiemethoden. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Ik heb ze onderaan op de slide toch even willen vermelden. Het gaat om sulfiet en ook gluten. Dus we hebben glutenvrij, maar ook glutenarm, dus zeer laag glutengehalte. En ik heb er ook volledigheidshalve lactosevrij aan toegevoegd. Ik heb net ook, we hebben net gehoord van collega Barbara dat eigenlijk ook lactosearm daar kan aan toegevoegd worden. Maar voor de duidelijkheid, lactose vormt niet één van de 14 ingrediënten zoals dat we dus de voedselallergenen eigenlijk definiëren. Dus behoort hier niet bij. Dan de andere manier van etiketteren, de vrijwillige etiketering. Dus hier gaat het echt om sporen. Vaak dan ook logischerwijze om ongewilde, ongewenste, maar dus ook ongekende concentraties die kunnen aanwezig zijn. Dus PAL. Accidentele aanwezigheid. En dus ik denk dat iedereen die vorm van etiketering zal kennen, kan sporen bevatten van of kan gewoon eten component bevatten, bijvoorbeeld hazelnoot of pinda. Of het kan ook gaan om de verwoording geproduceerd in een omgeving waar die voedselcomponent gebruikt wordt. Dus ook hier gaat het echter over het informeren van de consument en om ook wel in geval van calamiteiten eigenlijk claims te trachten te vermijden. Belangrijk bij die vrijwillige etiketering, die PAL-labeling, is het concept dat het eigenlijk kan gebaseerd zijn op het risico voor de patiënt. Dus daar, dat is een heel belangrijke basis. Gaat men kijken naar de minimum uitlokkende dosis, de minimum eliciting dosis, de MED. Namelijk gaan gebruikt worden als basis voor de PAL-labeling. Ook belangrijk om hier te vermelden is dat men eigenlijk sinds een aantal jaren de consensus heeft binnen EU om dit uit te drukken op allergeen-eiwitniveau, dus milligram allergeen-eiwit.
Dus zo komen we ook geleidelijk aan tot de actielimieten. Waarover gaat het eigenlijk? Indien die MED-waarde gekend is, bepaald werd, en dus uitgedrukt wordt in milligram eiwit van het allergene levensmiddel, dan kan men die eigenlijk gaan gebruiken, of dat heeft men eigenlijk gedaan ook, om referentiedosissen te gaan vastleggen. Die referentiedosissen ziet u eigenlijk hier in het tabelletje weergegeven. En ik heb ze hier ook voor de volledigheid de verschillende soorten vermeld. Namelijk Vital is eigenlijk het eerste systeem vanuit Australië. Het allergenbureau in Australië is daar eigenlijk gestart vanuit de industrie en ook voor de industrie. Om die referentiedosissen te gaan bepalen voor de verschillende allergenen. Dus dat is de eerste kolom. We hebben ook in Nederland de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Die heeft ook aangepaste, dus eigenlijk aparte drempelwaarden in het leven geroepen voor de allergenen, of voor toch een aantal daarvan. En tenslotte heeft ook het FAVV via dit advies hier, 24-2017, dus in het jaar 2017, en ook ter implementatie van die Europese richtlijn, ook referentiedosissen geformuleerd. Nu, u ziet eigenlijk hier, ik ga niet in al te veel details gaan, dat zou mij te verleiden, maar de verschillende soorten of de basis voor de referentiedosissen door de verschillende instanties is eigenlijk wel degelijk verschillend. Dat kan u hier zien. Dus in het ene geval, Vital, wil ik wel eventjes vermelden, hebben we Vital 2.0, waar we toch een aantal jaar mee gewerkt hebben. Ondertussen is er Vital 3.0, de nieuwe versie van eind vorig jaar in Voege. Die werkt bijvoorbeeld nu met de eliciting dose waarvan we dat 1% van de allergene populatie eigenlijk al kan reageren. Dus dat is in feite een worst case scenario waar men vanuit gaat en die ook een aanvulling betekende, Vital 3.0, op de vorige versie 2.0, waar dan namelijk die basis om die referentiedosis vast te leggen toch wel variabel was. Dus dat ging eigenlijk een beetje af van het expertenadvies. Dus in de volgende tabel ziet u nog een keer die referentiedosissen toegelicht, Vital 2.0 versus 3.0, in de tweede, respectievelijk op de derde kolom. Ik wil hier nu komen tot die formule, allicht ook wel gekend, om dus naar die actielimiet te komen. Wat hebben we daarvoor nodig? Naast die referentiedosis, die dus vastgelegd is, waarvoor dan we ons kunnen baseren onder andere op Vital, ofwel op het FAVV, op dat advies van FAVV, hebben we ook de portiegrootte nodig. Dus dat ziet u in de uiterst rechtse kolom. Dus namelijk afhankelijk van portiegrootte of consumptiegrootte. Dus dat is eigenlijk per hoeveelheid per keer dat een mogelijk allergene patiënt een dosis zal innemen, wat is dan het risico? En eigenlijk met die twee zaken, dus het rode enerzijds, het gele anderzijds, kunnen we komen tot een berekening van een actielimiet die dan uitgedrukt wordt in milligram allergeen eiwit per kilogram product. Het zijn eigenlijk die actielimieten die heel belangrijk zijn. In industriële toepassingen. Waarom is dit zo? Dat zal ik trachten uit te leggen in de volgende slide. Dus het staat ons eigenlijk toe om de veilige concentratie te gaan berekenen in functie van de consumptiegrootte. Wat is er daar wel nog belangrijk bij, is dat eventueel, indien dat gevraagd wordt of relevant is, nog een omrekening moet gebeuren van allergeen eiwit naar totaal allergeen. En dit in functie van het eiwitgehalte. Dus het kan gebeuren dat ook het eiwitgehalte belangrijk is. En ik ga dit meer naar onder in de slide toe direct toelichten aan de hand van een voorbeeld. Nu, wat betekenen nu eigenlijk die actielimieten? Als je een detectie doet op een product en je vergelijkt dan eigenlijk je waarde, je gevonden concentratie met die actielimiet, dan kan je gaan zeggen, enerzijds, als we ons baseren op de Vital-drempelwaarden, heb je als het ware geen waarschuwing nodig en moet er ook geen actie ondernomen worden. Wat is het verschil met de FAVV-drempelwaarden? Is dat eigenlijk het voedselagentschap zal dit meer gaan gebruiken in functie van acties. Namelijk dus tot en met eigenlijk een terugroeping uit de markt. Dus dan in het onderste deel van de slide ziet u eigenlijk ter illustratie een receptuur waarbij verschillende ingrediënten gebruikt worden en die dan naar een productieproces gaan met meerdere stappen. En tot slot komen we dan tot het consumptieproduct, ons eindproduct, waarop dat we dan typisch een portie kunnen gaan nemen. Dus ik ga eigenlijk rechts onderaan starten. Stel dat we daar bijvoorbeeld, als we vertrekken van die portie, hebben we het dan bijvoorbeeld over 100 ml melk of melkproduct.
waarbij we kunnen de vraag stellen, is hazelnootlabeling nodig of niet? Dus het gaat hier in dit geval, in deze case eigenlijk over hazelnoot, die kan gevonden worden aan sporenconcentraties in mijn melkproduct. Wanneer we kijken naar de vitalactielimiet, of de drempelwaarde, dan gaan we eigenlijk naar onze tabel gaan. Voor hazelnoot zien we daar dat we vital 2.0 en ook 3.0, dus deze is eigenlijk ongewijzigd gebleven, dat we daar eigenlijk dan met die portiegrootte van die 100 milliliter komen tot een actielimiet in het groen van 1 milligram hazelnoot eiwit per kilogram melkproduct. Dus dat is heel belangrijk dat je hier eigenlijk de juiste eenheid hanteert. En dat betekent concreet dat we moeten zeggen, onze hazelnootconcentratie, die bepaald is via onze detectiemethode, als die boven die 1, dan heb je eigenlijk precautionary allergen labeling. Dus in dit geval zou je kunnen zeggen, het advies is om toch wel dat product te laten labelen voor wat betreft de hazelnoot. We kunnen echter ook naast een analyse te gaan doen op dat eindproduct, kunnen we dat uiteraard ook vroeger gaan doen, op het niveau van het toevoegen als het ware van mijn verschillende ingrediënten. Dus dat is afhankelijk van het productieproces, dat je toch wel ook een staal daar kan gaan nemen, met als bedoeling om daar dan te gaan kijken, hebben we een go of een non-go voor de verdere productie? Namelijk, is dat allergen daarin aanwezig of niet? Dus op basis van een specifieke analyse op een specifiek genomen staal en ook de keuze van een testkit, dit is hier ook belangrijk. Een testkit zal ook altijd vertrekken van een bepaalde staalgrootte en ook werken met een bepaalde limit of detection, limit of quantification. Maar ook hier heb ik dan eigenlijk verder gekeken naar het voorbeeld van die hazelnoot in melk met een ELISA bijvoorbeeld. Dus de klassieke test die toch wel het meest frequent toegepast wordt in het labo om allergenen te gaan kwantificeren. Mijn kit hier heeft bijvoorbeeld een LOQ van 2,5 ppm. Dat betekent milligram hazelnoot ingrediënt per kilo. Dus waarom benadruk ik dat hier, die ingrediënt? Dat is heel sterk afhankelijk van de kit dat je gebruikt. Dus het kan dat een kit met totale hoeveelheden ingrediënt werkt, maar het kan even goed zijn dat een kit een andere kit met hoeveelheden hazelnoot eiwit zal gaan werken. Vandaar het belang om ook hier dus dat in rekening te brengen, de omzetting van eiwit naar totaal hoeveelheid allergeen op basis van een bepaalde conversiefactor. Dus ook die conversiefactoren, dat zijn dan wel product per product heel specifiek gaan meten hoeveel eiwit zit er in mijn product. Maar daarvoor bestaan dus ook richtwaarden om je op te baseren. Dus om mijn verhaal af te maken hier, de hazelnoot-kit die ik hier gebruik, als ik die eenheid op ingrediëntniveau wil omzetten, omrekenen naar eiwit, dan kom ik eigenlijk op 0,39 milligram eiwit per kilogram product, is mijn kit in staat om te gaan detecteren. Wat betekent dat we eigenlijk heel goed zitten, dat we safe zitten, als we dan gaan kijken rechts naar die actielimiet. Dus we zijn eigenlijk met andere woorden in staat om met een bepaalde kit, die dan daaraan voldoet, die een lage LOQ-waarde heeft, om die heel lage actielimieten voor een specifiek allergeen in een bepaald product eigenlijk te gaan terugvinden. Dus kom ik dan tot detectie. Hoe gebeurt dit nu in de praktijk? Er bestaan uiteraard verschillende technieken. Als we kijken naar ons product, bestaande uit verschillende voedselingrediënten, dan kan daaruit ofwel eiwitten geëxtraheerd worden, ofwel DNA. De eiwitten kunnen eventueel verder gedenatureerd worden tot peptiden. Opnieuw heel belangrijk om te vermelden hier, is dat het dus toch wel een consensus is binnen de EU om gebruik te maken van, of om mijn resultaten van de detectiemethode, de kwantificatiemethode, uit te drukken op milligram totaal eiwit. Dus dat eiwit is hier wel een belangrijke basis. Dus vandaar dat we toch wel logischerwijze kijken ook naar ELISA-testkits, zeker voor wat kwantificatie betreft van allergenen. Echter ook zeker en vast de LFD, dus laterale flow deficits, de sneltesten als het ware, worden heel frequent en meer gebruikt in productie, eenheden productieprocessen, om eigenlijk dan op een snelle manier bijvoorbeeld uitsluitsel te kunnen gaan geven of een bepaald allergen aanwezig is in mijn productielijn of niet. Maar daarnaast wil ik ook zeker en vast DNA-gebaseerde technieken vermelden. Daar kennen we bijvoorbeeld de klassieke qPCR, real-time PCR, maar ook al de meer de nieuwe, de recentere digital PCR, dus droplet of chamber digital PCR, maar ook NGS-toepassingen. Die zijn ook al eerder deze voormiddag aangehaald.
Tot slot wil ik ook zeker massaspectrometrie vermelden als toch wel een veelbelovende techniek, zeker voor de toekomst. Onder andere hebben we hier als voordeel, of waar we toch wel op inzetten, en wat specifiek bij deze chemische technologie moet vermeld worden, is dat het bijvoorbeeld multiplexing capaciteiten, mogelijkheden heeft. En ook hier, Wim heeft het onder andere in zijn presentatie ook aangehaald, is toch ook wel de specificiteit heel vermeldenswaardig. Dus de specificiteit van dergelijke methoden, omdat het op peptideniveau gaat, zal ook heel hoog zijn. Dus nog een keer heel kort eigenlijk de voor- en nadelen, of eigenlijk zou ik beter zeggen direct van ja, elke techniek, elke basis van methoden heeft sowieso zowel voor- als nadelen. DNA is heel stabiel, zou je kunnen zeggen. Die gaat in praktisch alle producten nog kunnen teruggevonden worden. Uiteraard heb je hier geen onmiddellijke link naar allergeniciteit. En moet er dan eigenlijk een omzetting gebeuren. Dat is echter ook wel het geval bij veel ELISA-kits. Dus zoals ik al toegelicht heb eerder, is vaak een omzetting nodig van bijvoorbeeld totaal allergeen ingrediënt naar nog dat eiwit. Dus ook bij beide technieken is toch wel belangrijk de invloed van processing, zowel bij DNA als bij eiwit. Gebaseerde technieken speelt dat zeker en vast een rol. Algemeen zal de keuze van de technologie voor een heel specifieke vraag, zeker naast van de vraag afhankelijk te zijn, zal ook daar een rol spelen. Het type matrix of het materiaal, de beschikbaarheid van apparatuur en ook de ervaring van de gebruiker. Dus dat zijn eigenlijk heel samenvattend de voornaamste factoren die daar een rol spelen. Food processing wou ik heel graag ook toch kort even vermelden. Het kan bijvoorbeeld gaan, ik ga enkele voorbeeldjes geven, ik ga er zeker niet te lang op uitweiden. Het kan gaan om verhitten. Verhitten is zeker een klassieker, heel gekend, met toch wel een serieuze of kan een impact hebben op verlies aan allergene activiteit of denaturatie, laten we zeggen, van eiwitten. Een heel klassiek voorbeeld hier is eigenlijk de PR10-familie van eiwitten, dus BETV1. Dat bijvoorbeeld voorkomt in hazelnoot, maar ook in appel. En waarbij we dan zien dat sterk verhitte producten, dus afgeleiden, typisch de hazelnootpasta, chocopasta of appelmoes bijvoorbeeld, daar dan eigenlijk een verlies is aan allergene activiteit. Dus dat is toch wel ook interessant, biedt heel wat perspectieven, aangezien die producten dan mogelijk bijvoorbeeld wel kunnen geconsumeerd worden door hazelnoot of appel allergische patiënten. Daarnaast heb ik ook het voorbeeldje opgenomen van bijvoorbeeld extensief verwarmde eieren, dus gebakken of gekookte eieren. Daar zijn ook al studies van gepubliceerd dat dus tot 50-85% zelfs van de allergische bevolking voor eieren dus wel tolerant zou worden. Dus toch wel heel interessant. Het kan naast verhitting ook nog twee andere voorbeeldjes gaan om bijvoorbeeld hydrolyse, typisch via een bepaald verteringsenzym, of ook fermentatie, bijvoorbeeld door lactobacillen. In gefermenteerde producten van melk, waarbij er dus ook verlies kan zijn aan de IgE-bindende activiteit, en met andere woorden dus ook de allergeniciteit. Dus de verwerking wou ik opnemen in mijn presentatie, omdat ik hier toch heel kort vermelding wil maken van twee projecten, grote projecten waarin we deelgenomen hebben of deelnemen bij de lopende. Dus eerst en vooral het FOD Allersens-project, eigenlijk dit jaar afgelopen. Waarbij Kaatje van Vlierbergen, dus binnen ILVO, dus binnen een doctoraatsonderzoek, heel specifiek eigenlijk gekeken heeft naar de invloed van een aantal verschillende typische voedselverwerkingstechnieken op de detecteerbaarheid eigenlijk van peptiden, dus tot op het peptideniveau. Dat proces ziet u hier eigenlijk in het midden van de slide weergegeven. Proteïne, extractie, digestie door middel van trypsine en dan eigenlijk het in kaart brengen, het profileren van de tryptische peptiden. Via ultrahoge performantie LC-MS-MS, dus ook tandem LC-MS eigenlijk. Dat is een heel belangrijk onderzoek geweest die ook wel in kaart gebracht heeft wat daar de mogelijkheden zijn. En dat je dus toch wel kan naar een cocktail bijvoorbeeld gaan van een aantal, dus een samenstelling van een aantal typische peptiden die onafhankelijk blijven van processing. Dus die eigenlijk detecteerbaar blijven onafhankelijk van de processing die het product ondergaan heeft. Het andere project dat ik wil vermelden is een project dat eigenlijk gecoördineerd wordt binnen ILVO door collega Christophe van Poeken. EFSA Tral, dus waar men heel specifiek met een aantal, dus binnen Europa, een aantal partnerlabo's, partnerinstituten,
ook wil gaan kijken naar invloed van processing, om door eigenlijk op basis van zelfgemaakte referentiematerialen te gaan kijken, wat is hoe blijft mijn detecteerbaarheid, welke impact heb ik van mijn processing op de detecteerbaarheid doorheen de verschillende stadia in de processing. Dus we hebben hier een heel specifieke matrix, is bijvoorbeeld een chocoladeproduct, maar ook bijvoorbeeld een bouillon, waarop gewerkt wordt. Dan om eigenlijk heel kort aan te geven waarop we onder andere binnen UVO ook werken op onderzoeksvlak rond allergieën. Dan kom ik eigenlijk al tot mijn laatste slide. Dus om toch nog een keer trachten mee te geven, welke zaken kunnen we allemaal doen qua dienstverlening. Dus we kunnen naast analyses uiteraard op producten, uiteraard ook gaan advies geven richting die referentiedosis en die actielimieten, hoe moeten we dat nu eigenlijk gaan zien? Hoe kunnen we dat gaan toepassen op mijn heel specifiek productieproces? Dus berekening van actielimieten, maar ook interpretatie van die actielimieten. Dus kunnen we heel vraaggericht doen voor zuivelproductie allerhande. We doen ook begeleiding, dus algemeen bijvoorbeeld bij de productieprocessen kan begeleiding ook geboden worden. En dus ook in functie van beheersing van de risico's rond allergenen, dus allergenenmanagement, zeg maar, bij productontwikkeling. Voilà, dus dat was mijn laatste slide. Ik sta zeker open voor eventuele discussie en vragen. Oké, dankjewel Isabel voor jouw uitvoerige verhaal. Ik kijk even naar Mark of dat we een vraag kunnen selecteren voor Isabel. Ja, er is op de chat heel wat discussie over die verschillen tussen landen wat betreft die referentiedosissen. Dat maakt het natuurlijk voor exportbedrijven heel moeilijk betreffende etiketering. Dus hoe staat u daar tegenover en wat moeten exportbedrijven dan eigenlijk juist doen? Ja, dat klopt. Eerst en vooral. Inderdaad, dus ik kan het zeker bevestigen. Ik heb zelf eigenlijk maar weet van zeker Nederland. Ik heb het ook vermeld in de slides. Nederland werkt bijvoorbeeld met heel strenge referentiedosissen. Nu, ik zou hier in feite dan toch wel een beetje willen pleiten voor een internationaal erkend systeem, namelijk VITAL. Dus VITAL is eigenlijk echt wel bedoeld om internationaal te gaan toepassen. Wordt ook wel door de verschillende EU-lidstaten bijvoorbeeld gebruikt. En daar kan men dan echt wel vertrekken, uitgaan van vaste waarden. Dus daar gelden dan in principe dezelfde regels. Zeker en vast, als we kijken nu naar de nieuwe versie van VITAL, de 3.0, dus de meest recente, die is eigenlijk ook, je zou kunnen zeggen, dat is het worst case scenario. Dus die houdt eigenlijk rekening met een zo groot mogelijk beschermingsgarantie, laat ons zeggen, dus van de allergene patiënten. Dus die gaat eigenlijk uit van het slechtst mogelijke scenario. Dus ik zou eigenlijk persoonlijk pleiten om dan toch wel naar internationaal erkende drempelwaarden te gaan kijken. Ja, met voorkeur voor VITAL 3.0. Ja, absoluut. En heeft dat eigenlijk ook consequenties betreffende detectiemogelijkheden, die VITAL 3.0, vergeleken met de vorige versie? Dat is ook een vraag. Dus de vraag is in feite een beetje van, ja, waarom is er een nieuwe versie? We hebben onszelf ook die vraag gesteld met de labo's, met het referentielabo in België. Als ik het goed interpreteer, dan is het zo, dus er zijn wel degelijk een aantal verschillen. Dus om die referentiedosissen vast te leggen, dus om eigenlijk te kunnen vertrekken van die eliciting doses, beschouwt men een groot aantal studies die gepubliceerd zijn, die gekend zijn. En men heeft hier, als ik me goed herinner, ongeveer een dubbel zo groot aantal studies geraadpleegd. Dus ik denk dat het bij VITAL 2.0 ging om iets van 1600, als ik me goed herinner, waarbij we nu, of 1800, waarbij men nu al richting 3500 wereldwijde studies eigenlijk gegaan is. Dus dat is een heel belangrijk verschil. En daarnaast dus ook die basis, die ED1, dus 1%, heeft men nu ook vastgelegd op basis van dat grote aantal studies. Dus dat is toch wel een heel belangrijk verschil. Oké, heel erg bedankt, Isabelle, voor uw deskundig antwoord. Oké. Goed, dankjewel Isabelle